In het Grafisch Museum aan de Sint-Jansstraat starten afgelopen vrijdag twee exposities over de Groninger kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. Werkman werkt door en Werkmans bovenkamer. En zo ziet dat er dan uit in tijden van corona. Stoelen uit elkaar en mondkapjes op. Werkman, geboren in 1882 en gestorven in 1945, begon als een normale commerciële drukker, maar ontwikkelde zich in zijn latere leven als een invloedrijk kunstenaar met unieke experimentele druktechnieken. Hij drukte drukwerk, nou, alle denkbare soorten haast, boeken, bioscoopaffiches. En dat is de ene kant van het spectrum, zeg maar. Dan gaat hij in de jaren 20 met datzelfde materiaal, dat gaat hij op een hele andere manier gebruiken. Al experimenterend met drukinkt en rollers en achterkanten van letters, maakt hij eigenlijk prachtige dingen. Dan denkt hij ineens van, hey, ik kan ook een achterkant ininkten en afdrukken op papier. En ik kan daar composities mee maken. Dus kan, in plaats van dat ik een oplage druk van identieke exemplaren van iets, kan ik afdrukken maken op steeds weer andere manieren. De tentoonstelling Werkmans Bovenkamer geeft een overzicht van zijn leven en werk en toont ook enkele zaken waarmee hij werkte, zoals de letters en de drukpers. In Werkman werkt door wordt aanschouwelijk gemaakt wat zijn invloed is op andere grafici en kunstenaars. Er zijn kunstenaars die juist door het typografische werk van Werkman geïnspireerd zijn en zich doorontwikkelden. Maar ook kunstenaars die juist de sfeer en de persoon van Werkman als onconventioneel en toch af en toe een beetje Pietje Bel-achtig nastreefden. De kleuren, het kleurenpalet. Ja, en vooral die hele bijzondere techniek die hij ontwikkelde. Voor die werkte niemand op die manier. Hij begon ook met het op een hele onconventionele manier vormgeven van drukwerk. Door kleuren te combineren, door grote en kleine letters te combineren. Door letters te combineren met blokken. En zo ontwikkelde hij een hele typerende stijl ook in het toegepaste werk. Bij de opening werd burgemeester Koen Schuiling verrast met een gedrukt portret van zichzelf, geïnspireerd door Werkman. Bent u blij met uw op Werkman geïnspireerd portret? Nou, dat is natuurlijk een enorme eer. Er waren natuurlijk heel veel andere objecten die veel interessanter waren geweest om iets van te maken. Maar het is toch buitengewoon aardig dat het Grafisch Museum en mensen hier zich hebben ingespannen om dit traditie voor te zetten. En nou, als ik daar dan het leidend slachtoffer van mag zijn, dan met alle liefde. De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 4 april volgend jaar.